Hey, wat leuk dat jij weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Assassin's Creed Rogue. Het is voor mij ondertussen drie weken geleden, dat ik dit spel voor de laatste keer heb opgestart. Ik was even kort op vakantie, dus ja, weet je, dan ja, kan het gewoon helaas niet doorgaan dat ik dit spelletje speel. Maar ik heb wel weer zin om verder te gaan. Ik heb alleen eens geen idee waar we gebleven zijn, dus het wordt een leuke aflevering. Want waarschijnlijk gaat alles fout, omdat ik helemaal niks meer weet. Maar messen, zwaarden en dat soort dingen is knop 1, 2 en 3. Dat weet ik nog, maar verder... We gaan het zien. Wat hebben we de vorige keer gedaan? Hebben we de vorige keer ons schip geüpgrade? Waarschijnlijk. Onder andere. We hebben echt geen idee meer waar we gebleven zijn. Waarschijnlijk op een of andere coole missie. Oh, volgens mij gingen we iets met onze vloot doen, toch? Ik heb geen idee. Oh, we hebben dat fort veroverd. Oh, dat is vet. In any case. Amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain, should you wish to use them. Oké, nee! Dit lag niet aan mij. Dit lag oprecht een keer niet aan mij. Oké, ik heb dus een map. Ja, de vloot! Eindelijk, wacht. We kunnen eerst de schatkist leger over. 400 doeks, dat is hoe ik het graag zie. Maar ik wil vooral naar vloot. We kunnen dus onze eigen vloot eindelijk creëren. Eén van de één veroverde schepen. Wil je dit schip houden? Onlangs veroverd schip, houden of verkopen? Druk op enter om te bevestigen. Ik wil het aan mijn vloot toevoegen. Oké, dit ziet er allemaal heel... heel verwarrend uit. Even kijken. Momenteel geen schip onderweg. Begin de handelsmissie om de scheepvaart voortgang te volgen. Oké. Voortgang Britten tijdens de Franse en Indiaanse oorlog. 0 van de 33 voltooid. Kies een missie. Missie selecteren. Zeeslag. Gevaarniveau riskant. Heb ik niet een andere missie? Is er geen andere missie om te doen? Zo? Dit is de enige. Oh, ik heb meerdere schepen. Oh, kans op succes. Kijk, deze is 97. 94. 94. 100% kans op slagen. Nou ja, waarom zou ik Brik dan niet sturen? Oh, en zo kunnen we ook zien de kracht, de snelheid en de... Oh, wat het aan munten kost, denk ik dan. Oh, die heeft wel veel kracht. Maar kost ons ook echt gewoon bijna dubbele aan munten van de andere. Misschien moet ik die van 97 gewoon sturen. De Fidele. Nieuwe reistijd, riskant. Ik denk dat ik deze gewoon ga doen. Alleen, wat is zeeslag dan? Hoe werkt zeeslag? Oké. Maar dat gaan we niet doen. Ik moest dit doen. Oké, schip sturen. De Fidele is vertrokken. Resterende reistijd. 4 seconden. Dat is snel, moet ik zeggen. Gewonnen. Oké. Ik had me hier echt iets heel spectaculairs bij ingebeeld. Ik weet niet waarom ik zo niet verbaasd ben. Dit is bijna van ons. Stuur een schip om meer troepen op te halen. Handelen gelukt. Een boegbeeld van een 720 doeks. Oké. We hebben het boegbeeld van Evelien. Oké. Ze ziet er niet zo cool uit. Kunnen we die op ons schip zetten nu dan? Oh, en nu kunnen we gewoon allemaal dingen gaan veroveren of zo dan. Oké, de Fidele, die kunnen we hier ook weer op afsturen. 99% kans op slaging. Oh, alleen we hebben bijna geen helmpjes meer. Of zijn dat mankrachten meer? Ik heb geen... Oh, nu duurt het 8 minuten en 31 seconden. Oké. Dus die duurt nog wel eventjes. Dan kunnen we denk ik gewoon weer verder. Zijn campagne beëindigen. Nee, moet ik hier nou de hele tijd gaan zitten wachten? Nee, toch? Ik kan toch gewoon verder? Ontgrendel helm van Spaanse... Kan ik dan ook een zeeslag doen? Hoe werkt de zeeslag? Kans op succes. Voor de slag begint schepen repareren en succeskansen bekijken. Ik kan ook de duke inzetten, maar dat is... Ik vind 97% kans vind ik eigenlijk wel... Ik wil deze slag beginnen. Hoe werkt dit? Vuurtoren afvuren. Niet te veel schepen aan bij één veelmogelijk schip. Oké. Hoppakee. Bam, bam, bam. We hebben gewonnen. Wat ben ik aan het doen?
Oké, we hebben wat skills en we hebben wat dingen en we hebben... Oh, we hebben de route veilig gemaakt. Oh. Dus stel we willen nu naar bijvoorbeeld een andere plek toe gaan. Dan kunnen we zeggen... We gaan eerst de route veilig maken door schepen op oorlog te sturen. En dan pas gaan we daadwerkelijk de missie starten. Ah. Ja. Nu snap ik een beetje hoe het werkt. Oh. Now it makes a lot of sense. Hé, hey, we hebben de succes. Succes hebben we. Jongens, hebben de succes. Die heeft minder snelheid, maar wel meer vrachtruimte. Ah, en we kunnen een nieuw dok kopen voor 20 doeks. Maar daar heb ik niet zo heel veel zin in eigenlijk. Ik wil deze zeecampagne bevestigen. Die loopt er gewoon door. En zit hier nu geld in dan? Er zit geen geld in. Is dit nu wat ik moest doen dan? Hoe werkt dit? De bank is leeg. Oké, ja, dat is niet zo fijn. En nu? Nu moet ik gewoon doorgaan met het spel. Oké. Dat kan ik. Waar moet ik helemaal naartoe dan? Oh, ik moet ergens buiten deze map naartoe. Oké, ja, ik wil... Nee, wacht. Oh. Oké, ja, ik wil snel reizen. Prima. Ik heb geen idee wat we moeten doen, jongens. Het is echt te lang geleden. Nee, we willen graag omkeren. We willen graag terug naar North America. Do you ever wonder if you're doing the right thing, guest? If you chose the right path? I used to, my young friend, but not anymore. Oké. We kunnen naar New York, we kunnen naar de Noord-Atlantische Oceaan of een snelreismenu. Nou, ik wil gewoon naar New York, want daar staat het missietekentje. Oh, we moesten New York toch beschermen tegen de Fransen. Die hadden volgens mij een uitvalpost ding iets neergezet. Zoiets, in die richting volgens mij was er gebeurd. Ik heb geen idee. Wel veel oneindigheid. Oh, nou, dit was de oneindigheid. We moeten daar naartoe, 600 meter, dat kan ik. En we moeten misschien... Ook even kijken of we aan wat meer bemanningsleden kunnen komen. Ik weet niet meer precies hoe we daaraan komen. Maar dat is op zich wel even belangrijk. Want ja, we hebben eigenlijk gewoon ja, bijna geen bemanningsleden. En op zich is het wel handig als we die hebben. Wat is dit? Wat is dit? Oh, nee, niet in bomen klimmen. Shea Patrick Comic. Wat is dit? Wat kan ik hier doen? Deur openen. Wat is dit? Dit zag er spannend uit. Oeh. Kan ik hier ook mijn vloot besturen? Oh, sick! Dus ik kan hier... Kan ik zien... Oh, mijn vloot is nog 4,5 minuut. Oké. Oh, dus ik kan gewoon op meerdere plekken... Kan ik gewoon mijn vloot in de gaten houden. Oké. Ah, sure, that makes a lot of sense. Waarom is die map zo pixelachtig onder in beeld? Toen ik daar naar binnen liep... Was echt één grote pixel, die map. Ik vind het überhaupt nog steeds echt knap... Dat deze gamer na, like, 10 jaar... Nog zo relatief goed uit... Wacht, waar moet ik helemaal naartoe eigenlijk? Want ik ben wel aan het lopen. Maar moet ik wel in de stad zijn? Oké, ik moet wel in de stad zijn. Maar ik vind het echt knap dat na 10 jaar deze gamer op 2K nog steeds gewoon solide uitziet. Wil ik even gemeld hebben. Ik blijf dat waarschijnlijk nog wel 100 keer zeggen. Maar dat maakt niet uit. Jullie zijn ook niks anders gewend. Er ligt hier wel nog een map. Misschien moet ik die map ook even proberen te pakken. Want met die mappen kan ik alleen maar schatten en upgrades vinden volgens mij. Die assassins, jongen, ik zweer het je. Echt, die zijn zo onhandig. Die gasten, die zijn zo onhandig. Daar kun je gewoon echt helemaal niks mee. Een schatkaart. Bomen. Stenen. Kruisje. New York. 517 bij 227. Die kan ik hier vinden dan. 517. 517. 517. Waar is 517 dan? Oh, wacht, hier. Nee. 517 bij, hoeveel was het? Ergens hier moet dat ding liggen. Gaan we dat opzoeken? Gaan we eens een keer een schatkaart opzoeken? Nee, we gaan een schatkaart opzoeken. Ik moet me focussen op mijn missie. Damn it. Ik ben echt alleen maar afgeleid gewoon. Zo gaan we deze game nooit dit jaar uitspelen. Oh, ja. We moeten die burgers even bevrijden. Bevrijd de gijzelaars ongezien. Welke gijzelaars? Welke gijzelaars moet ik bevrijden? Oh, hier zijn gijzelaars. Oké, I can do that. At least, I guess I can do that. Maar die heb ik wel nodig, want dat zijn bemanningsleden voor mijn...
van mijn crew, dus op zich kan ik die wel, wel gebruiken. Dat is toch niet zo moeilijk? Oké, ze misschien ongezien bevrijden is misschien een beetje lastig, maar... Ik kan ze in ieder geval wel bevrijden. Ja, geen probleem joh. Join mij maar gewoon met mijn crew, dan vind ik het ook dikke prima. Ik kan namelijk wel wat extra bemanningsleden gebruiken. Oké, top. Hebben we dat ook weer gefixt. Door straten en dorpen, steden heen rennen, dat is nog steeds niet mijn sterkste punt. Dat is nog steeds niet mijn sterkste punt. Waar moet ik helemaal naartoe joh, door die stad? Wacht, zit er hier niet ergens een uitkijkpunt? Oh, ik moet helemaal... Jeetje, mina zeg. Moeten we toch ver lopen? Oh, we zijn bijna bij het uitkijkpunt. Dat is wel handig, want die moeten we even hebben. Want dan weet ik in ieder geval waar ik me in deze stad een beetje kan begeven. Er loopt hier ook iemand rond die ik misschien moet neersteken. Zo, dat ben jij. Doei! De groeten! Shalali, shalala. Ik ren hier rustig door. Niemand die me ziet. Waarom word ik de hele tijd door nog steeds één en dezelfde guy gespot? Waar staat hij, gozer? Waar staat hij? Hoe kan hij mij nou nog steeds spotten? Dat kan niet. Er staan muren voor ons. Oh, de kerk staat ook daar. Op dit soort momenten mis ik wel mijn grappling hook van Assassin's Creed Syndicate. Dat was wel echt een fantastische uitvinding die ze in die game hebben gedaan. Dat je gewoon letterlijk tussen gebouwen heen en weer kan gliden. Kan hoeken, kan... Hoe noem je dat? I don't know. Kan glijden, kan doen. Je kan iets door de gebouwen heen. Dat vond ik echt fantastisch. Het scheelde me een hoop tijd, een hoop moeite. Hoe kom ik hier nou weer op? Want echt helemaal via de moeilijke weg, ja. Kon hij niet gewoon even die 2 meter van dat gebouw eventjes gewoon opklimmen? Nou, dan zal hij waarschijnlijk hier ook nog 600 keer vastlopen op deze zijkant van die toren, of niet? Kun je dat wel? Hoezo kan hij wel op deze dakpannen lopen, maar niet op die zijkant van dat gebouw wat letterlijk even hoog was? Ik wil dit ding wel hebben trouwens. Ik weet niet wat dit is. Of kan ik dit ook weer niet pakken zometeen? Oh, een fragment. Top. Oké. Alleen nu wil ik weer terug naar beneden, want ik wil... Deze assassin. Deze is de verschrikkelijkste van allemaal tot nu toe. Ik meen het. Dit is oprecht de verschrikkelijkste van allemaal. Zelfs Ezio Auditore de la Falhaas is nog minder erg dan deze guy. Oké, let's go. Waar was onze missie? Onze missie is die kant op. Top, gaan we daar eventjes naartoe. Is er hier niet nog ergens een winkel? Waar ik heel eventjes... ga naar de zeecampagne. Maar wat is dit? Hier is ook iets. Wat is dit? Wat kan ik hier doen? Kan ik hier iets doen? Dit ziet er ook uit alsof ik hier iets moet kunnen doen. Oh, ik moet eerst even iemand helpen. Hallo, goedendag. 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 Zo. Easy peasy lemon squeezy. 2 bemanningsleden erbij. Super top, dankjewel. Heb je ook weer een of ander voorwerp of zo? Een of ander kettingje? Wat zijn die kettingjes? Of vliegt dat in de lucht of zo? Ik heb geen idee. Wat is dit hier? Wat is dit icoontje? Onderschepping. Maar dat klinkt echt weer als een veel moeilijkere missie. Dat gaan we niet doen. Daar, niet zoveel zin in. Dat gaan we niet doen. Oh god. Waarom is er een missie hier echt gewoon in het midden van het... van een kamp van onze vijand? Of in ieder geval van een soort van verboden gebied. Waarom zijn ze weer allemaal dingen in mijn oren aan het fluisteren? Daar hebben we ook niet zoveel zin in. Kunnen ze er ook even mee stoppen? Is dit ook weer een uitkijkpunt? Dit is ook weer een uitkijkpunt. Ik dacht dat ik de uitkijkpunten ondertussen wel gehad had, maar... Nope. Sure we don't. Oké. Nou, klauter dan maar even... Oh, daarboven zit ook weer een fragment. Nice. Oh, waarom komt die melding van onderschepping nu pas? Ik heb een beetje het idee dat deze game net zo achterloopt als dat ik achterloop op het verhaal van deze game. Kom, klauter. Gozer, je kan... Yo, Shay, Patrick Cormack. Klauter gewoon op die freaking toren. Echt, vriend. Ik doe je wat aan als je niet helemaal naar boven klaart. Oh my god. Even serieus. Deze game komt uit 2013. Kijk hoe vet dit eruit ziet. Damn it.
Soms zijn de games van vroeger zien er nog beter uit dan de huidige games die worden uitgebracht. Kijk hoe vet. Eerlijk is eerlijk, dit ziet er toch gewoon sick uit. Oké. Okay. Kunnen we dan nu eindelijk onze missie gaan doen? Het zou heel fijn zijn. Wat is al dat... Ja, oké, top. Moet ik naartoe, hierboven? Oh, daar. Hé, hey, Mattie! Hou je vrienden dichtbij. Ja, Lisanne ligt daar. Dat is ook helemaal goed. Geen enkel probleem. Hou je vrienden dichtbij. Ah, Master Cormac. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. Sick! He's very well guarded. Benjamin Franklin. Franklin. The scientist? Leefde die allemaal tegelijk? Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. No problem. Ik vind dat kapje iedere keer voor zijn gezicht al vet. I pray it's not you. Ik heb zo'n vermoeden dat het hoop is. Ik heb zo'n vermoeden dat we al onze oude vriendjes één voor één tegenkomen. En dat we al onze vriendjes één voor één moeten uitschakelen. Bereik het huis van Franklin. Oh ja, top. De zwaar beveiligde Benjamin Franklin. Dat huis moeten we weer bereiken. Tuurlijk, want ja. Waarom zouden we ook gewoon eens een keer in een café afspreken of zo, weet je. Tuurlijk, ja. Het is ook makkelijk, weet je. Ja. Wel heel fijn dat er hier letterlijk nergens guards te zien zijn. Oh, kut. Jongens, ik heb... Nee! Haal me weg. Hey, goedenavond. Oké. Je moet dus daar zien te komen. Oh shit, er staat hier iemand. Nee! Ik ben er niet. Je hebt me ook niet gezien. Zo. Dat ging goed. Waarschijnlijk hebben de side mission nu al gefaald. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Kan ik dit kapot schieten? Oh, in een normale... Oh ja, kan het wel. Normaal gesproken kun je dit in een... Ja, dit gebeurde echt. Ja, ik schoot dat geweer echt af. Ja, dat deed ik niet expres. Kijk nou, dit is te geniaal. Oké, nou ja, goed. Waarom klauwt hij in één keer omlaag? Gozerd. Echt, ja, ik weet ook niet hoor wat hij aan doet. Oké, goed. Bereik het huis van Franklin. We gaan het huis van Franklin even bereiken, jongens. Kan ik er nu in of moet ik dan eerst anoniem worden? Oh, ik moet me eerst onopvallend gedragen, wil ik hier daadwerkelijk in kunnen. Oh, mijn god. Nou, prima. Nu ziet niemand mij toch. Goed zo. Interactie. Klop, klop. Meneer Franklin, are you home? Shay, it is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sick. Hij zou dood moeten zijn. I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished. Oh, dit is wel sick. Dit is wel heel sick en makkelijk. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. Tuh. 2 seconden en we hebben de blauwdrukken gehad. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Hebben we nu onze gun geüpgraded? Something the matter, Master Cormac? Oh, en dan komt hij aanlopen. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets,
I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. You're right, Colonel. Gaan we iets opblazen? Gaan we iets opblazen? Oh, gaan we echt iets opblazen? This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. Ik doe niks momenteel. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. Oh, krijg je ook eindelijk granaten? Sick. Use it against that door. Granaatwerper. De granaatwerper is een krachtige lange afstandswapen waarmee je schrapnel, mani of slaapgranaten kunt afvuren. Je kunt granaten kopen bij handelaars, maar je kunt ze ook maken via inventaris. Oké, ja, maken klinkt echt veel moeite. Ik heb gewoon geld. De wapencirkel. Go ahead, Master Cormac. Shoot the door. Slaapgranaat, oké. Dat moet ik doen met een schrapgranaat dan. Oh, sick! Bam! Good work. Good work. Oh, we gaan ze nu al een wapentje gebruiken. Ja. Vernietig de gifvoorraden. En we moesten de 10 in slaap laten vallen. En we moesten er een paar vermoorden. Oké. Okay. Dat komt goed. Ik kan dit. We hebben een sikke granaatlauncher, jongens. Let's go. Ja, man. Een granaatlauncher hebben we. Ik dacht dat dit 1700 nog wat was. Maar nee, wij hebben gewoon... Hadden ze serieus toen al gewoon granaatlaunchers bedacht? For real? Hoe oud zijn die dingen? Ik geloof oprecht niet dat ze toen al granaatlaunchers hadden bedacht. En ja, inderdaad. Klopt zeker, Amber. We zijn lekker aan het opnemen. Kunnen die stemmen in mijn hoofd even stoppen? Ik word daar een beetje loco van, weet je. Ik word daar een klein beetje loco van al die stemmen. Oké. Okay. Kan ik hier helemaal bovenop lopen? Of loopt er hier een guard bovenop? Er loopt hier geen guard bovenop. Oké, okay, dan. Oké. That's nice. Oké, okay, daar staat dus wel iemand. Maar ik moet dus de schrappelgranaat gebruiken om die dingen te vernietigen. Ah, shit. Zitten ze er echt onderin? Oh, dat was niet zo heel slim wat ik nu deed. Oh, maar dit kan ik vanaf hier wel kapot knallen. Sick. Oké, Gardim. De geschiedenis van de granaatwerpen begint reeds in de 16e eeuw, omdat de rijkwijde van een handgranaat beperkt bleef, zocht men een nieuwe manier om een granaat verder te werpen. De eerste modellen waren voornamelijk ingekorte musketten met een groot kaliber loop. Wauw. Sick. Kan ik dat vanaf hier raken? Oh, net niet, dat is jammer. Wacht, kan ik hem vanaf hier raken dan? Het lijkt ook echt alsof ik een soort vlammenwerpen vast heb. Volgens mij lukt dit wel. Oké. Oh, we moeten ook 1 keer 3 wachters vermoorden met 1 granaat. Vernietig de gifvoorraden. Ja, oké. Okay, dan moet ik er nu nog eentje vernietigen. Oké, okay, I can do that. No, I'm not here. No, you didn't see me. Oké, dan. Dat zag er goed uit, moet ik zeggen. Wat heeft iemand anders mij nog gezien? Hé, toch? Ik vind het wel niet. Oh, hierachter staat nog iemand. Oké, dit was echt heel simpel. Hey, waar komt zij in één keer vandaan? Alle pannenkoeken nog aan toe. Oh, echt het idee dat er om de 5 minuten hier mensen naar me staan te schreeuwen om mij neer te schieten. Oh, er staat er daar eentje. Wacht even. Ik ga jou wel... Wacht, heb ik nog niet een... Ik heb nog wel een...
Nee, ik wilde... Oh, wacht, een slaapgranaat. Ja, die heb ik wel nodig. Oh, hun hoorden daar niet bij. Oké, dat is kut. Shit. Top. Nu moet ik dus alleen dat ding hier nog kapot maken. Hoe ga ik dat nou weer doen? Oh, wacht, ik heb nog een mani-granaat. Werkt dat ook? Vernietig ik daarmee dat ding? Ik heb werkelijk wel geen idee. Volgens mij niet. Volgens mij kom ik een granaat tekort, jongens. Ik heb zo'n vermoeden dat ik een granaat tekort kom. Ah, ik moet ze vernietigen. Kan ik ze ook gewoon met een pistool vernietigen? Hé, hey, wat broeder. Nope. Maar ik heb een granaat tekort. Hoe vernietig ik ze nu dan? Kan er nog ergens granaten vinden of zo? Probably. Oh nee, 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 kom. Kruip hier terug in. Al die gasten liggen te slapen. Hoe lang slapen ze wel niet van zo'n slaapgranaat? Van een slaappijltje is het echt 2 seconden. Maar deze gasten liggen hier gewoon op te mokken voor like heel, een hele maand bijna. Ik kan ook altijd door dingen heen vallen. Ik hoop jullie ook. Hé, hey, broeders. Hebben jullie toevallig granaten? Alsjeblieft, hebben jullie toevallig granaten? Oh, shit. Je moet echt ergens granaten vinden, anders heb ik... Oh! Er zijn gewoon nog overal granaten! Als we niet even 2 seconden eerder kunnen zeggen. Nou, waarschijnlijk hebben ze... Oh, kiekeboe. Waarschijnlijk hebben ze dat gezegd, maar... Oh, maar dit is leuk. Nu, ik ga mezelf naar binnen blazen. Kaboom! En... Kaboom! Je moet eruit. Or I'm as good as dead. Oh, god. Oh, maar ik kan deze missie nog voldoen. Bam! Ja, 3-1 gedaan. Ja! I did it! Shit, waar moet ik naartoe? Moet ik hier weg? Oh, de fabriek gaat ontploffen. Panic! Dit wordt een hele matige animatie, heb ik zo'n idee. Lekker, man. Dit was inderdaad een hele matige animatie. Maar hey, fabriek is kapot. We did that. Yeah! What marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right. Wie is dat nou weer? Shay, was it? Congratulations. You just burned the whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Nice to meet you as well. It is terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, first round's on the Colonel. Ik vind ook dat laatste rondje is voor het of het eerste rondje van de Colonel. Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. You will be taken care of. Jongens, we gaan pilsie drinken met de mannen! Let's go! En... 100% missie voltooid. Voltooid? Voltooid. Eerlijk? We did that. Let's go. Wat krijgen we nu? Gaan we weer terug naar het heden? Krijgen we een momentje uit het heden? Het is zwart. Dat is nooit goed. Is dat goed? Hey, we rennen rond in oneindigheid, oneindigheid, oneindigheid op zoek naar... Kijk trouwens even wat voor outfit we hebben, joh. Gouden guns. Granaatwerper. Een appel. Lekker appeltje voor de dorst. Je kan geen appel eten als je... Ah! Deze man neemt een afvalse appel terwijl hij een masker... Ja, wat is het? Ja, mondmasker zou je het tegenwoordig noemen, maar ja... Een bandana voor zijn mond heeft. Wat een kerel. Een boek. Wat een mooi boek.
Zou dat ook een limited edition zijn? Heel mooi hoe ze probeerden de blur te faken in deze game. From the Colonel. A letter. Nou, dat kan ik dus echt niet meer. Oh. My apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. Oh god. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause. And this despite and perhaps because of your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grandmaster himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. I commit my life to the British army and my soul to the Father of Understanding. Yours, Colonel George Monroe. Okay. Dus George Monroe neemt afscheid van ons. Okay. Dat is interessant. 600 doeks. Ja hoor, lekker hoor. Even kijken hoe het met onze vloot gaat. Daarna gaan we verder met de missie. De vloot is belangrijker dan de Colonel helpen. We hebben een keerpunt in Florida. Stuur nog 7 troepen zodat Florida straks van de Britten is. Hoe moet ik zoveel troepen sturen als ik die niet heb? En we hebben een mooie Spaanse helm. Wat een mooi ding. Ik kan hier nog een missie starten. Dat is Savannah. Missie selecteren. 96%, 96%, 88%, 100%. Zullen we hem gewoon een keer inzetten? We sturen hem een keer in. We sturen de Sussex. De Sussex. Die gaat. Duurt al 8,5 minuut. Ik ben heel benieuwd. Of hij het er heel uit van af gaat brengen. Ik ben ook heel erg benieuwd of wij het heel uit gaan afbrengen van dit avontuur. Maar dat is helaas iets waar je toch tot volgende week voor zou moeten wachten. Of je moet eens een keertje langskomen op twitch.tv/Sander. Want dan zie je het gewoon allemaal live. Kun je het gewoon allemaal direct meemaken. En hoef je eigenlijk bijna niet te wachten. Hey, bedankt voor het kijken. Mocht je deze video nu leuk hebben gevonden, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat nog niet bent. En zoals altijd, zeg ik nog maar één ding. En dat is natuurlijk, houdoe!